De directeur van Binnenlandse Zaken, Putri Dewi Amatsumarto, zegt in een verklaring dat het ministerie in een vroeg stadium gevraagd had om stembureauleden te identificeren voor het doorgeven van de DNA-resultaten aan het ICT-team van BISA. Zij zegt dit naar aanleiding van berichten die in de media zijn verschenen en de indruk wekken als zou het ministerie bewust de informele uitslag van de verkiezingen hebben stopgezet. Vanwege COVID-19 zijn wij geconfronteerd met afzeggingen van potentiële stembureauleden. Hierdoor moesten er nieuwe leden worden geïdentificeerd, zegt Amatsumarto. Direct nadat de resultaten binnenstroomden, is er continu gewerkt aan de verwerking hiervan voor de informele uitslag. De laatste binnengekomen resultaten zijn op 26 mei om 10:30 's morgens. En dit is ook gedeeld met de media. Althans, de media die is aangesloten op de website waarop de data is verwerkt. Er was toen een korte pauze ingelast. Waarom? De verwerkingsploeg had ook een beetje rust nodig. En aan de andere kant was het zo dat er steeds minder resultaten binnenkwamen. Om 3:30 op die dag werd het verwerkingsproces gecontinueerd en wel tot 9:00 s'avonds. De resultaten van 524 stembureaus waren reeds verwerkt. Voor de districten Koroni en Kamowijnen zijn alle DNA-resultaten voor de informele verslaglegging reeds verwerkt. Vandaag verwachten we vanaf 11:00 de resterende resultaten van de overige stembureaus die nog niet verwerkt zijn. En dat is dan 125. Afhankelijk van de nog binnen te komen resultaten van de hoofdstembureaus die per app zal worden gestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, zullen die zo gauw als mogelijk worden verwerkt in het systeem om die dan te delen met de gemeenschap. En we willen u vragen om onze FB-page te volgen. Daarin zal dan om 3:30 de updates worden gegeven. BISA verwacht vandaag de resterende resultaten van de 125 stembureaus te ontvangen, te verwerken en te delen op haar website. De media, het OKB en de politieke organisaties hebben toegang tot deze site. Op de FB-page van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden de resultaten om 3:30 met de samenleving gedeeld. De BISA-directeur doet een beroep op de samenleving om de berichten te blijven volgen. En intussen is het voorlopige resultaat van de stembusgang ongewijzigd. De VHP is nog steeds aan kop met 20 zetels, gevolgd door de NDP met 16, de ABOP met 7, de NPS met 4 en BEP en PL elk met 2. Het wachten is op de resultaten van het kiesdistrict Paramaribo. De mogelijkheid bestaat dat er nog verschuivingen plaatsvinden. ATV heeft vanavond om 8:00 een update van de verkiezingsuitslag. De deskundigen Jack Menke, Hans van Ballegooi en Ginmardo Cromosuto zullen ingaan op de voorlopige resultaten. Deze update zal ook via kanaal 12.1 te volgen zijn.